De leden van IJsclub Nut en Vermaak in Leimuiden hebben vannacht van de zenuwen niet best geslapen. Regelmatig is de oud-trainer van Esmé wakker en dan blijft het maar malen. Vandaag is de grote dag. Vandaag gaat Esmé rijden. En, best wel spannend natuurlijk. Ik kan het nog steeds niet voorstellen dat ze daar gewoon is en zometeen gewoon meedoet met de 5 kilometer. Echt fantastisch. Kriebels in de buik. Ja, een beetje wel, ja. Ja, kippenvel. Het is echt constant. Ik denk dat ik zometeen sowieso ga huilen als ze iets wint of überhaupt al. Want het is toch fantastisch. Spanning, erwtensoep en kippenvel bij Nut en Vermaak. Anouk van der Weijden uit Nieuwveen klokt 6:54:17. En wat doet Esmé? Esmé Visser verbetert het baanrecord en haar persoonlijk record met 6:50:23. Fantastisch, echt. Ze doet het zo goed. Echt gewoon helemaal top. Dus ik heb het verschrikkelijk moeilijk gehad de hele race. En je kent Esmé natuurlijk al van jongs af aan en je hebt haar zien groeien. En je hebt met haar meegeleefd, je bent naar wedstrijden toegegaan en, ja, en dan dit. Het is overweldigend eigenlijk. Er zijn geen woorden voor. Ik kan het. Ja, ik weet niet. Het is echt. Ik wist wel dat ik echt goed was en dat ik fit was. En ik voel me echt goed, maar het moet er altijd gewoon uitkomen. En ja. Traan in mijn ogen. Ook een beetje van Anouk van der Weijden, want die kennen wij natuurlijk ook vanuit de Raar. Jammer dat die vierde is geworden. Die hadden we het zo gegund. Maar met Esmé, ja, het is onvoorstelbaar. En als je dit nou ziet, dan denk je, ja, het gaat zo makkelijk bij haar. Dat is een geweldig kampioen.